Een krijger. Een krijger uit Afrika. Een beeld van helaas heel wat mannen doorheen de geschiedenis. Krijgers die vechten, die dingen afdwingen, vaak met geweld. Vandaag gaat het over zo'n krijger en niet de eerste de beste. Het gaat over Naaman, de legeroverste van de koning van Aram. En hij wordt door zijn koning gestuurd naar de koning van Israël, omdat deze had gehoord dat er iemand was die zijn Naaman, zijn legeroverste, van een huidziekte van melaatsheid kon genezen. En dan komt deze Naaman, maar hij komt als een sterk man. Hij is zeer gezien bij zijn heer, heeft een grote invloed. En hij komt met een brief van zijn koning waarin staat: ik verzoek u mijn dienaar te genezen. Nou, u kunt zich voorstellen, de koning van Israël is dan beducht. Misschien wil hij ruzie, misschien wil hij oorlog. En die Naaman komt met een teken van zijn macht. Hij geeft weliswaar geschenken, 10 talenten zilver, 6000 sikkel goud, 10 feestgewaden. Maar tegelijkertijd laat hij daarmee zien dat hij eigenlijk de baas is. Dat hij eigenlijk iets nu komt halen met al zijn geschenken. En dan moet hij naar de profeet Elisa. En deze profeet Elisa is niet bang. Die is niet de profeet van een koning, maar van God. En deze Elisa doet iets heel bijzonders. Hij komt niet eens naar buiten. Hij stuurt een knechtje naar buiten die hem zegt: ga u maar 7 keer onderdompelen in de Jordaan. En Naaman wordt boos en denkt: wat is dat nou? Zijn de rivieren van mijn eigen land soms minder dan dit stroompje hier, de Jordaan in Israël? Maar hij vernedert zich en komt uiteindelijk genezen uit de Jordaan. Deze Naaman, is hij niet een beeld van ons mensen? Zijn wij vaak niet als zo'n krijger die zijn rechten wil doen gelden? Die opeist, waar we eigenlijk helemaal geen recht op hebben, maar wat wij als een gunst mogen ontvangen? Jezus verwijst naar Naaman in het evangelie. En hij zegt: een profeet wordt niet in zijn eigen vaderstad erkend. Als hij in Nazareth niet wordt aanvaard door zijn eigen volksgenoten. Eigenlijk mensen die net als Naaman in eerste instantie helemaal zich niet willen klein maken. Die helemaal niet willen luisteren naar Jezus. En dan trekt Jezus zich terug. Jezus wordt weliswaar niet van de rotsen gegooid zoals ze van plan zijn. Ze drijven hem immers buiten de stad om hem daar in de afgrond te storten. Maar Jezus zal uiteindelijk wel sterven aan het kruis. Hij vernedert zich. Hij gaat die weg van klein worden. Maar zou hij ons daarmee niet ook een weg wijzen die wij moeten gaan? De weg van klein worden? Dat is wellicht het moeilijkste dat God van ons mensen vraagt. Maar als wij die weg gaan, de weg van Jezus Christus, mogen we weten dat we met Hem ook het ware leven zullen ontvangen. Eeuwig leven bij zijn Vader in de hemel.